Overheden bezitten heel veel digitale informatie, alleen die zit vaak verstopt bij afdelingen die die informatie alleen maar zelf gebruiken. Maar die informatie is vaak veel breder te verspreiden. Wat we als InfraNavigator doen is kijken welke informatie er nou feitelijk is bij de overheid, of die betrouwbaar is en waar die eigenlijk allemaal voor bruikbaar is. Daar kunnen wij over adviseren en we kunnen vervolgens heel snel de slag maken om te zorgen dat u die informatie ook feitelijk gaat gebruiken in projecten. Mijn ervaring met projectmanagement, ik heb van alles gedaan. Ik heb woonwijken gedaan, ik heb infrastructuur gedaan, bedrijfsterreinen. Dus ik weet wel ongeveer welke belangen er spelen en wat mensen belangrijk vinden. Digitale informatie eindigt natuurlijk niet bij de planvorming. Op een gegeven moment wordt er een besluit genomen, het gaat zo aangelegd worden. En dan moet er natuurlijk gebouwd worden. Nou, ook in de bouw is een enorme digitaliseringsslag aan de gang. En wat wij doen is samen met GOBA-adviseurs ook zorgen dat de informatie die wij in de planvorming hebben gebruikt, dat die doorgaat in de bouwfase. Want ook een aannemer moet gewoon weten, het ontwerp weten, maar die moet ook de omgeving goed kennen. Nou, die informatie hebben wij allemaal verzameld, die hebben wij gebruikt, maar die kan ook weer gebruikt worden in de bouwfase. Dan begin je eigenlijk echt met digitale planvorming, daar zijn we nu mee bezig. Met een ander project zijn we ook bezig nu om voor de contractering die informatie die we op orde hebben, om die zo goed mogelijk door te zetten naar de contracteringsfase. Dat is de volgende stap voor het gaan bouwen. En dat betekent dus ook dat straks bij het realiseren, het bouwen, de aannemer diezelfde informatie ook kan gebruiken, omdat daar zijn contract op gebaseerd is. Planvorming in de bouwfase, beheer en onderhoud, dat zijn eigenlijk allemaal gescheiden werelden. Die hebben hun eigen logica. De planologen maken de plannen, de bouwers die nemen dat pakket over, dat is vaak een hele stapel papier. En die halen daar alleen maar uit wat zij denken wat relevant is. Terwijl een heleboel informatie die in de planvormingsfase verzameld is en heel belangrijk was in die fase, die valt gewoon tussen wal en schip. Die bouwer vindt dat niet interessant. En waardoor uiteindelijk in de bouwfase blijkt dat er problemen ontstaan en ook hoge kosten ontstaan. En je ziet nu eigenlijk dat er een soort continuum ontstaat. Je hebt informatie in de planvormingsfase, je hebt informatie die gaat door naar de bouwfase. Daar wordt gebouwd, je krijgt een as-built situatie. En die gaat dan ook digitaal door naar de beheer- en onderhoudsfase. Waardoor ze op tijd weten welk onderhoud er gepleegd moet worden. Nou, langzaam ontstaat er een continuum van informatie. En dat is wat wij begeleiden. Je ziet daaruit ook nu, hebben we eigenlijk in de planvormingsfase ook gezien, is dat die mensen gewoon roepen om deze aanpak, om dit materiaal, omdat ze zien dat het veel sneller gaat. Dus je ziet gewoon dat voor en achter, toch in die lifecycle, zie je voor en achter, zie je gewoon in delen van de organisatie zie je daar de vragen ontstaan. En nu aan de voorkant gaat het heel hard, omdat men ziet dat het snel kan en accuraat. En aan de achterkant, in het geval van een nieuw project onderhoud, die zie je ook al meekijken, van kunnen wij dat niet gebruiken? Ja, ik ben het meest trots op dat het mij lukt om overheden eigenlijk efficiënter te laten werken. Sneller goede informatie voor elkaar te krijgen voor projecten. Dat projecten niet alleen sneller gaan, maar ook dat er betere besluiten genomen worden.